mat met ballenbakken. Hoppa. Trouwens, we gaan helemaal niet naar huis. We moeten langs de garage. Mijn auto is stuk. Goedemorgen, dames en heren. Daar zijn we weer. Het is ochtend. We zijn net opgestaan. En ik zeg we, want je boy Daan is hier. En wat doet hij? 5 minuten wakker. Hij speelt natuurlijk. FIFA is goed. Wij gaan vandaag naar Amsterdam. En jullie horen de douche achter me aanstaan. Ik moet even snel douchen. En ik heb, jullie zullen het niet geloven. Ik heb gewoon een baard. Maar een hele kleine hoor, dus stel niks voor. Die moet er even snel af. En dan gaan we lekker naar Amsterdam toe en dan gaan we een hele leuke dag hebben. Als allereerst heb ik iets heel belangrijks, maar ik hoop dat daar iets uitkomt. Daar vertel ik straks even meer over. Even snel me klaarmaken en dan ready om te gaan. Oh ja, volgens mij zijn wij wel een beetje op een punt gekomen dat we echt als verslaafde jongens eruit zien. Want hier zit allemaal eten, allemaal rotzooi overal. Ja, we hebben hier echt de hele tijd gegamed. Maar oké, je ziet het, Daan die moet nog even afkicken een beetje. Kan je wel de hele dag zonder FIFA vandaag? Gaat het je lukken? Vanmiddag komen we gewoon weer terug. Vanmiddag komen we gewoon weer terug. We zijn snel de auto ingestapt met ons ontbijt, want we hadden geen tijd meer. We komen weer eens te laat, zoals altijd. Dus we moeten een beetje doorrijden, maar komt goed. We gaan het halen. En wat we gaan doen is, we gaan naar Amsterdam en daar zit iemand, als het goed is, van Instagram. En die had mij gemaild. En nu ga ik samen met mijn management daarheen. En gaan we het hebben over bepaalde dingen. Maar wat heel gek is, ik heb helemaal geen vinkje. Dus dat is best raar. Want ik heb geen vinkje, maar ze willen wel met me praten. Dus ik ben heel erg benieuwd. En misschien krijg ik dan eindelijk een Insta-vinkje. Oh, sorry. Sorry. Ja, doe je. Ja, sorry. Zo. Maar ik wil heel graag een Insta-vinkje, dus beter krijg ik die. Op naar Amsterdam en we moeten echt even snel zijn. Vandaag drip ik in mijn Balenciaga's en Daan die drip in zijn Balenciaga's. Ja, jongens, we zijn er en we gaan nu onderweg naar de afspraak. En zometeen moet ik Daan verlaten en dan moet hij hier gewoon in zijn eentje zijn. Weet je al wat je gaat doen? Niet. Oh, zielig gedaan. Maar ja, ik kan niet altijd iedereen meenemen zomaar naar een afspraak. Dat is een beetje raar. Maar we wilden nog wel chillen vandaag. Dus Daan die is me gewoon op afstand gaat hij me supporten vandaag. Tuurlijk. Dat ik het vinkje krijg, hè? Tuurlijk. Ja, precies. Als dat niet gebeurt, worden we gek. Dan zijn we voor niks gegaan, misschien. Ik ben nu met Daan even aan het oefenen, want de afspraak die is dus in het Engels. En jongens, ik heb nog nooit een voldoende gehaald voor Engels op de middelbare school. Nou, dat betekent dus dat ik echt flink slecht in ben. Maar het zou wel moeten zometeen, dus toen waren we even aan het oefenen. En stel je voor, ze zou bijvoorbeeld vragen wat ik ervan vind als er geen likes meer zouden zijn op Instagram. Dan zou ik dus zeggen van, I think it's very good, because you don't can oordeel about other people. Nee, ik kan echt geen Engels, jongens. Ik heb geen idee. Ja, ik weet wel veel dingen, maar ik moet zo lang nadenken. Het is gewoon totaal geen automatisme. Dus dat wordt wel even lastig. Maar gelukkig is mijn management erbij die wel gewoon Engels kunnen. En ik moet gewoon vaker Engels praten, dan komt het vanzelf wel goed. Maar ja, ik vind het best wel spannend daarom. Oké, we hebben het gehad. De Insta-meeting is voorbij. En we hebben het hier heel leuk. Bad met ballenbakken. Hoppa. Oh, ik gooi daar achternaast. Maar kijk hoe chill dit is, jongens. Is toch lekker? Ik heb ook even een foto gemaakt, dus check die even op Insta. Ga hem even liken, want hij is vet. En nu zit ik hier, lekker. En ze hebben ook lekkere lunch gemaakt, dus we kunnen ook nog lekker eten. Kijk even hoe leuk ze het hier hebben allemaal gemaakt. En allemaal lekker eten zo. Heerlijk. We worden goed verzorgd hier. Heb je het overleefd, Daan? Ja. Wat heb je gedaan? Ik ben even drinken afgegaan. En je hebt een shirt gekocht? Ja. Laat zien. Ik ben wel benieuwd nu, hè? Bijzonder, hoor. Het is niet zo bijzonder, maar... Ja, oh, hij heeft weer van dat merk. Oké, Daan. Lekker, gast. Leuk. Goed gedaan. Goed, hè? Hey, kan je deze niet voor me kopen? Nee. 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 Rolex om de pols, maar dat kan niet. Zit hem niet in. Nee, jongens. Ik heb natuurlijk laatst een nieuwe jas gekocht. Deze, hè. En die vind ik heel erg nice, maar... Ik had een cadeaubon van 80 euro, was ik vergeten. Dus ik dacht, ik ga nu gewoon, omdat we al in Amsterdam zijn, naar de Bijenkorf.
En dan ga ik daar kijken of ik nog iets kan vinden voor 80 euro of iets meer. Maar in ieder geval dat ik mijn cadeaubon kan gebruiken. Heb je ook altijd, als je cadeaubonnen hebt, die, ja, ik weet niet man, die heb je altijd, maar... Ik heb ook nog steeds eentje van de Bijenkorf thuis liggen. Ja, maar die gebruik je gewoon niet ofzo, ik weet niet. Die laat je altijd liggen en dan ben je in de Bijenkorf, denk je, oh, dit is vet. En dan denk je, shit, ja, oh, cadeaubon vergeten. Ja. Jullie zien hier niks, toch? Dat is mijn wereld zonder jullie. Dat is allereerst. Ten tweede, er was niks wat ik kon kopen. Dus we gaan naar huis. Trouwens, we gaan helemaal niet naar huis. We moeten langs de garage. Mijn auto is stuk. Daar zijn we dan. Oh, de rec-sessie was nodig, hè? Jongen, wat zijn wij ingekakt net. Maar wat we hier dus gaan doen... Ik zei net, mijn auto is stuk. En dan denken jullie... Quinn, what the fuck is er met je auto? Want ik heb het eigenlijk helemaal niet verteld. Nou, er zijn een paar dingen. En ik weet niet of ik alles laat maken. Maar in ieder geval een paar dingen zijn stuk. Kijk, zoals jullie hier zien... heb ik een stoepje gehit. Dit was in Amsterdam. Niet vandaag, maar een andere keer. En dat was dus heel stom. Maar dat is nog niet heel erg, want deze velgen waren eigenlijk al een beetje kapot. Dus die kan ik gewoon weer full dippen en dan is het minder erg. Dus weer dat zwarte eroverheen spuiten. En hier is wel erg, want kijk wat hier is gebeurd. Gewoon een heel gat in mijn velg. Echt niet normaal. En de band is kapot, kijk. Gelukkig is het niet zo erg dat het nu helemaal vervangen moet worden of zo. Maar... ja, dat verhaal, dat doe ik later wel even in deze video. Het allerlaatste wat ik nodig heb is een reservesleutel. En dat is wel echt belangrijk. En zeker omdat ik laatst een autosleutel in de achtbaan kwijt ben geraakt. Gelukkig was het niet mijn eigen. Want stel je voor, we hadden hem niet gevonden. Dan was het nog een heel gedoe geweest om een nieuwe sleutel voor deze auto te krijgen. Want als jij de eigenaar bent van een auto en jij hebt geen sleutel... dan gaan ze natuurlijk wel een beetje twijfelen van, ben jij wel de eigenaar, is die niet gestolen, dit, dat, snap je? Dus als je één sleutel hebt, en die heb ik, dan kan dat natuurlijk wel gewoon, dan kan je gewoon zeggen, ik wil een reservesleutel. Kost alleen 220 euro, heel veel geld. Maar ja, dat gaan we dus even vragen en daarom zijn we nu hier bij de Audi ding. Want we waren de vorige keer ergens anders en daar kregen ze me niet gefixt. Daar kon gewoon niet geregeld worden dat ik een reservesleutel kreeg. Dus wij gaan nu even hierheen, gaan we hier naar binnen, gaan we het even vragen of het überhaupt vandaag kan of een andere keer en dan zien we later meer. Nou jongens, daar gaan we dan weer. We mogen weer naar huis. Over 2 weken moet ik terugkomen en ik heb nu 196 euro moeten betalen. En dat is voor alleen de sleutel en dan volgende week of over 2 weken ongeveer, dan moet ik nog wat extra betalen voor zeg maar het maken van de sleutel, dat hij het ook echt doet. Maar het is gelukt. Hele lieve mensen, gelijk geholpen. Bam, gelukt. Volgende week, 2 weken, mag ik terugkomen. Maar over mijn velg, deze, die dus kapot is. Wat er was gebeurd, ik was rustig aan het rijden. En het was op een 50 weg. Ik reed volgens mij 45 of zo. En iemand voor mij die had een karretje en die ging gewoon in één keer naar links. En hij had geen knipperlicht aan, dus ik dacht, oh, ik wijk een klein beetje uit naar rechts. En toen, bam, ging ik vol over een stoepje. Je moet een beetje vergelijken met dit ongeveer. En dan ging ik zo overheen. Maar omdat ik best wel redelijk hard reed, ja, zat er een gat in mijn velg. Fucked up, dus hij is kapot. Maar ja, maakt niet uit, wordt wel weer gefixt. Nou, dan gaan we alle dikke auto's gaan we verlaten. We gaan weer in mijn dikke auto zitten. Op naar huis. Oh, kijk, toch gaat ze weer slag, hoor. Auw. You're the one I want, you're the one I need. Snap ik wel, ik ben je broer. 2 uur in de auto gezeten, 2 uur in de file gestaan. Zo lang? Ik heb alleen maar keihard meegeschreven met de muziek om wakker te blijven. Oh mijn god, ik kom thuis en mijn lieve zwester... Nee, je bent helemaal niet lief, ga weg. Die heeft lekker eten gemaakt en mijn moeder die is echt de halfstad afgefietst voor de noedels die ik wil. Dit zijn namelijk dikke noedels en ik at dit ooit in een restaurant en ongekend, kijk even, kijk. Oeh, het ziet er eigenlijk best goor uit, maar... Die dingen stinken ook altijd. Ja? Ja, die moet je niet los eten. Oeh, maar ik at dat dus in een restaurant, zo lekker. En nu gaat Nika dat dus even mooi maken en kijk hoe mooi dat eruit ziet. Look at this bro. Oh ja, ik ging later. Are you good bro? I think this is very delicious. Mijn buik lijkt leeg, maar hij is vol hoor. Hij is echt vol. Nu wilde ik jullie nog eigenlijk even vertellen, want wat deed ik nou eigenlijk bij Insta en wat heb ik nou precies besproken? Want dat heb ik helemaal niet verteld. Als allereerst, het Engels praten ging goed. Ja, het ging best goed. Op een gegeven moment zei ik wel alleen zoiets van quality of zo. Ik weet niet of ik het nu goed uitspreek, maar toen zei het daarna nog eens. En toen zat ik echt zo van, oké, ik sprak het totaal niet goed uit. En toen, daarna was er nog iets. Ik wilde namelijk zeggen 500.000 abonnees. En toen zei ik echt zo 500.000, zoiets. Ik zei het echt
helemaal flink fout. Ik kan het ook niet goed zeggen. Ik ga het niet nog een keer proberen. Mijn uitspraak is gewoon bad. Maar ik heb het overleefd. Verder hebben ze me dingen uitgelegd over een vinkje krijgen. En ik hoop nu dat dat gaat lukken. En daarnaast hebben ze me allemaal tips gegeven hoe ik meer kan groeien op Instagram. En dat soort dingen. Dus vanaf nu komen daar ook meer dingen op. Zoals IGTV. Daar ga ik ook kleine dingetjes op doen. Gewoon wat extra erbij. Dus mijn video's blijven gewoon hetzelfde. Verder, morgen moet ik naar school, dus ik ga nu lekker slapen. Het is 10:00 in de avond, dus ik ga mijn oogjes dicht doen. Ik ga lekker in bed liggen en dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Later.